zijn in zes jaar misschien. Dus daarom heb ik zeg maar een verkiezing georganiseerd en dan 4, 5 en 6 en gepakt. Nee, en Frans en toestanden hebben ze uiteindelijk de 37 jaar gepakt. Vitus 19, een belakende gezoekdag en uit zijn besluiten. En nu, het langvolwachte moment dat dat allemaal op gewacht heeft, onze kerstbeste burgemeester Matthias de op onze pleinen, in onze wijken, in onze deelgemeenten. Bij ons Gentenaars gebeurt het op straat. Dat maakt Gent uniek, dat bindt ons als Gentenaars. En wij Gentenaars kijken niet alleen naar wat de stad voor ons kan doen. Wij Gentenaars kijken ook wat wij voor onze stad kunnen doen. Voor onze wijk, voor onze straat, voor onze buren. Dat zit in ons Gents DNA. Dat bindt ons als Gentenaars. En wij Gentenaars hebben ook allemaal ons gedacht. En dat is maar goed ook. En de komende jaren gaat u veel met dat gedacht kunnen doen. Via stadsdebatten, via burgerbegrotingen waarbij je zelf kan beslissen waar de middelen in jouw wijk naartoe gaan. En we reiken de hand aan iedereen die mee wil doen aan onze stad. En we zijn met veel, met heel veel. Van welke wijk? Welke achtergrond ook, hoeveel jaren ook op de tijd, we bouwen samen aan de toekomst van onze stad. En iedereen doet dat op zijn of haar manier. We zijn allemaal anders, we zijn allemaal Gentenaar. Beste Gentenaars, ons Gent is de optelsom van zoveel. Van zoveel ondernemende Gentenaars, van zoveel inbreng van onderwijs. Van zoveel solidariteit, vrijwilligheid, inzet, solidariteit, Gent de stad van gastvrijheid, van engagement. Engagement om er samen iets van te maken voor onze naasten, voor elkaar, voor de ander. En beste Gentenaars, wij gaan met de nieuwe bestuursgroep onze stad besturen met durf en met ambitie, met trots en overtuiging. Elke dag opnieuw. Maar we kunnen niet, beste Gentenaars, zonder jullie. Zonder jullie inzet, zonder jullie kritische, rebelse en ja, soms tegendraadse Gentenaars. Dat is wie wij zijn, dat is hoe we samen zijn. Altijd met een groot hart voor onze stad. Dat is Gent, dat is ons Gent op haar best. Ik wens jullie allen, namens het volledige stadsbestuur en de gemeenteraad, het allerbeste in het nieuwe jaar. Laat het een magisch jaar worden. Met veel momenten van geluk, momenten van liefde,
van vreugde, van vertedering. Momenten ook van mededogen, van empathie, van begrip, van samenhorigheid, van eenheid in diversiteit. Vele momenten, mooie momenten in onze stad. De stad die we zo graag zien, die we samen zo hard koesteren. Laten we samen zondagen voor onze stad en de wijze woorden van onze volgende burgemeester Daniel ten Hond in Dachtig. Laten we goed zondagen voor elkaar. Beste mensen, santé en op naar de Fondinale 2019. Dank u wel. We zijn op zaken te niet doen. Eerst stemmen we allemaal op en toen zijn we boe als hij het iets kan zijn. Dat alle niet genoeg is om drie door de kant te staan is van Pier te Pieren. En die is ook meestal niet alles. Hij was vroeg al niet alles, en bij dat hij nu ook niet alles gaat zijn. Er is de vraag, we hebben een soort van persoonlijk symbool, een stadssymbool in Gent. Eigenlijk een soort van levende marionette feitelijk. Het is een marionette, en die zal tot leven komen van de Comedia de Lachting. Het is een beetje ons eigen pilootje. Dames en heren, Pier te Pieren. Stop us!
Yeah.
Of een liefst